Welkom terug iedereen bij mijn derde aflevering op het Mega Minecraft kanaal. Mijn naam is Hugo, zoals jullie al weten. En we zitten in het huis dat wij aan het maken waren. Ik hoor dat alle skeletten zo en zombies allemaal aan het weglotten zijn. Weggebrand, dus ik denk dat het wel veilig is om naar buiten te gaan. Zolang er geen creepers zijn die opeens voor onze deur doorlopen en opeens ontploffen. Even kijken, ik zou even moeten kijken. Of we misschien een raampje hier beginnen. Plant allemaal. Kijk. Kijk. Daar heb je er al één hoor. There it is. No. Waarom pak ik nou opeens Engels? Niet ontploffen, nee! Oké. Nou, dit handelen we wel. Dit regelen we wel. Top. Dit regelen we wel. En die is dood. Ik had echt geen zin om met creeps snel gaan moeten kloten. Ik weet niet waarom dit hier is. Dat zou een van de redenen we hebben. Even dit allemaal weghalen. Ik denk dat het wel veilig is om hier naar buiten te gaan. Gewoon mijn plannen voor deze aflevering waren meest gewoon vooral een beetje hout halen om het huis af te bouwen. Ja. Ik had ook nog een kleine verrassing waarmee ik bezig wil gaan. IJzer. Kijk. Mooi. Dat hebben we nodig. Oh god, een creeper. Dat hebben we net niet nodig. Even met de height proberen te spelen hier. Waar is hij nou? Waar is hij? Oh, daar is hij. Nog één. Are you kidding me? God, waarom blijf ik opeens Engels praten? Wauw. Komt schijnlijk om, ik weet niet. Dat ligt gewoon meer aan mij dat ik gewoon af en toe wat woorden Engels gooi, want het is toch wat meer mijn gebruik om dat te doen. Een beetje Engels praten, terwijl ik Minecraft narrate. Even kijken, ik wil hout gaan halen om het af te maken. En ik wil ook jullie mening vragen. Ik ben van plan om wat mods te gaan installeren en ik zit aan te denken. Want volgens mij, want ik heb echt nog helemaal geen research gedaan of wat dan ook, maar volgens mij zijn de More Creepers mods en de More Creatures mod niet, die kun je niet met elkaar doen. Dus je kan niet en hebben. Je moet of. Dus ik zit eraan te denken van, of ik zo een van die twee mods zou kunnen downloaden. Of zou ik gewoon downloaden om een serie wat, extraheid te geven. Wat extra's te geven. Nee, ik weet nog niet helemaal zeker. Ik heb, mijn persoonlijke favoriet is toch de More Creatures mod. Want ik ben echt niet zo'n fan van al die rare beesten die allemaal in de More Creatures mods of de More Weirdos en Creeps zitten. Ik ben niet een hele grote fan van, maar ik heb er geen probleem mee om mee te leven als jullie dat leuker vinden dan de dingen mod. More Creeps and Weirdos of Creatures mod, wauw. Zo. Dus ja, dat is gewoon een kleine geitje waar ik aan wil denken. En ik had gewoon vannacht dood kunnen zijn. Dat gewoon er zo naar binnen. Oh, varkens. Ja, ik weet wel net vallen, maar. Dat ze recoveren wel eraf. Even kijken. Laten we een fornuis bouwen. En laten we de leer weg doen. En met leer bedoel ik dus de kool. En met dat bedoel ik dus de steen. Dat gaat lekker vandaag hoor. Mooi begin. Zo. Voor een van de redenen kan ik dit gewoon niet doen vandaag, wauw. Laten we het gewoon proberen. Laten we het gewoon proberen, zo. En dan gaat het nog niet echt worden. Dus laten we de iron ore blijkbaar weggooien. Twee stoves, of twee, hoe je het ook wil noemen, fornuizen. Pak dit maar eventjes terug. Ik ga dit even verbranden. En dat is precies één kool, dat is mooi. Eén kool verbrandt 8 stukjes. En smoothstone, of wat gladde steen, of hoe je het ook wil noemen, maken dan. We beginnen gewoon een beetje aan onze pork te werken. Even de pork verbranden. Nou, dat doe ik altijd, als ik met pork bezig ben, dan gooi ik er gewoon twee stokken in. Dan hoef ik geen kool te verspillen. Ja, even nog een beetje wat extra ham bij pakken. Zo. Zit weer met een vol inventory. Ik moet echt even mijn inventory kleren. Nou, dat was ook even een tijdje nodig hebben. Ik zou moeten een chest maken. Dan kan ik wat dingen erin gooien. Even kijken, allemaal dit even oppakken dan.
Ik wil toch die grot in. Dat lijkt me wel leuk om heen te gaan. En misschien is dat wel gewoon onze geluksgod. Misschien vind ik daar wel alle dingen die ik nodig heb. Dit is de hoek van het huis. Nou, zelfs al is het niet echt nodig om hier stenen. Deze van steen te maken. Ik ga het toch even doen. Zo. En we moeten dit even afsluiten met hout. En dan zitten we veilig voor de nacht. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Want ik heb weer eens niet op de tijd gelet. Ik moet echt met die tijdlimiet houden. Want. Nou, de zon staat er wel lekker. Nou, ik vind het toch wel goed verlicht hier. Zal toch wel een beetje moeten bijlichten eigenlijk. Dus dan denk ik om hier een grote raam te bouwen. Gewoon om heel veel licht binnen te laten komen. Dan een spin daar. Nee, oh, ik ben aan het hallucineren blijkbaar. Ja. Ik maak die misschien nog even 2 hoog. Maar ik heb... Oh ja, ik ging eens een chest maken. Dat was het. Dan kon ik even wat dingen erin gooien. Zoals de wol en dat soort dingen. Ik ben nog niet teruggegaan om die pompoenen te halen. Dat ook... doe ik wel aan het einde van de aflevering. Dan ga ik wel weer terug om wol en zo te, of de wol, de pompoenen te halen. Want dat is ook wel een leuke extra heetje. Dan kan ik de huis een beetje aankleden met dingen. Even dit allemaal weggooien. Dit is weer met een mooie inventory. Ik ga wat stokken maken, denk ik. Ja. Zo. En hier even wat ingooien. Dan ga ik... Oh, de iron is klaar. Perfect. Kunnen we daar iron tools van maken. Laten we beginnen met... de pickaxe en de schep. Dan gooien we er nog een zwaardje in. En hou ik er 2 over. En die kan ik voor... een hoog gebruik of ik weet niet. Dan ga ik dat net niet doen. Even wat, misschien nog even nog wat extra kool daar beneden vinden, wie weet. Maar ik wou zand gaan halen om een raam te gaan bouwen. Dat was wat ik wou doen. Nou, ik heb hier gelukkig best veel zand te vinden. Ik zit gelukkig aan het strand nu. En ik zit eraan te denken om dit eigenlijk gewoon mijn vaste huis nu te maken, want ik heb toch wat kleine geinige ideetjes bedacht om te doen hier. Ik heb gewoon bedacht zo van, weet je, dit wordt niet alleen maar een let's play van, ik ga lekker naar de toe en even wat dingetjes halen en dan ben ik er gewoon klaar mee. Ik wil dit ook wat uitbreiden, ik wil wat extra, weet je, eigenlijk is zo snel mogelijk naar de nether gaan niet echt mijn hoogste prioriteit meer. Ik wil het gewoon houden met gewoon leuk spelen en niet eens moeten hoeven te rushen, dus we gaan, maar wat wil ik zeggen? We gaan nog wel gewoon naar de nether toe. Ik zal het gewoon zo zeggen. We gaan nog wel naar de nether toe. Wees daar maar niet bang voor. Ik denk, daar heb ik wel zin om naar de nether te gaan. Wat wil ik gaan doen? Oh ja, zand gaan. Zand, ja. Even kijken. Dus dat zijn er 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Nou, moet dat gaat wel goed zo. Ik denk dat we zo kunnen volhouden. Ja. Dan blijft er 1 ding over, maar ja, dat overleef ik denk ik wel. Ik denk, ik wil even nog terug die god nog even gaan bekijken. Of hier nog iets in de stand... Oh, een zombie, wauw. Maar als jullie ook nog andere leuke mods hebben, dan hoor ik het graag hoor. Als jullie denken van, dit is iets om te downloaden of... ik weet niet. Verbaas me maar. Oh, kijk meer iron. Dus ja, ik zou ook nog even... ik ga ook zelf kijken of ik nog mods kan vinden. En dat is gewoon dirt. Om het te installeren, want dat is natuurlijk wel... natuurlijk ook mijn ding. En... daar zit een zombie daar beneden. En wie weet, misschien vind ik nog wel eens interessants. Dat het leuk is om te gebruiken. Ik heb eigenlijk nog helemaal niks in gedachten, dus... wat jullie leuk vinden, dat zou ik waarschijnlijk ook leuk vinden. Heel pik. Nou, dat is jammer. Moeten we een nieuwe god gaan vinden. En waar zag ik die iron? Ik zag daar iron. Kijk. En als je ziet dat ik iets mis, dan moet je niet echt gaan commenten van... oh, je hebt de iron gemist. Gewoon blijven kijken. Want als ik aan het einde van de video iets gemist heb... dan mag je zeggen van... je hebt iron gemist. Maar als ik het ga pakken, dan moet je het niet commenten. Want... ach joh. Ik vind het wel geinig. Even nog wat extra kool bijpakken. En dan zijn we goed om te gaan. Dus eigenlijk was dit eigenlijk gewoon een kleine update. Ja, niet echt een update aflevering. Maar het was gewoon een kleine aflevering. Niet zo'n hele grote. Waar ik echt allerlei dingen ga doen. Maar het was gewoon een beetje het huisje afmaken. Even wat rondkijken. Wat dingen bespreken.
Maar we hebben nog wel tijd om nog even rond te lopen, denk ik. Oh, door dat donker. En ja, ik heb gewoon om met de tijd een beetje rekening te houden met tijd. Ga ik zo meteen afsluiten. Terwijl het nacht wordt, ga ik zo zeggen van jongens, was een leuke aflevering. Ik hoop jullie de volgende keer. Ja, maar dat gebeurt zo meteen. Pas. Moet ik het nou niet gaan lopen vertellen. Dus ik ga even wat fansen maken. En dat zullen jullie waarschijnlijk in de volgende aflevering zien waar die voor zijn. Even wat. Zo. Ook heb natuurlijk nog een deur nodig. Wauw. 2 deuren. Moet dit doen. Oh. Zo. Zijn natuurlijk niet stackable. Dus. Terwijl we nog even naar die. Dat vind ik wel een mooie berg zo. Dikke waterval die eruit komt. En waarom deed ik dat? Ik heb geen idee. 1. Zo. F1. Nou jongens, we gaan even kijken naar hoe de zon nog een beetje ondergaat. En jongens, ik wil zeggen. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Dan gaan we waarschijnlijk gewoon een beetje rond exploren. Kijken of we een cave kunnen vinden. Even naar de maan oprijzing kijken. Dus jongens, ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Mijn naam is Hugo. Tot ziens.